NDP bereidt bestuursverkiezingen voor. Celsius Waterberg zegt dat basiszorgverzekering goedkoper kan. En Venezolaanse president laat 36 gevangenen vrij. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op maandag 25 december, eerste kerst, aan u alle gezegende kerstdagen toegewenst. Het jaar 2018 wordt een belangrijk jaar voor de Nationale Democratische Partij, de NDP. De partij zal zich opmaken voor interne bestuursverkiezingen. De ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, deed dit uit de doeken tijdens een structurenvergadering van de partij in het district Kommerwijnen. Ik denk dat we ergens in februari zullen beginnen met onze interne verkiezingen. We moeten onze structuren weer op peil brengen. En alles is een heel hoop, mensen zijn dood gegaan. En anderen zijn afgehaakt vanwege andere omstandigheden. Ja, ze kunnen zich niet 100% meer inzetten. Begrijpelijk. Dus om de 5 jaar is het normaal in een organisatie dat er verkiezingen komen en die zullen we ook houden. Trouwens, je bent als partij verplicht interne verkiezingen te houden. Anders kan je niet meedoen met de landelijke verkiezingen. Het staat in de wet opgenomen dat je in ieder geval om de 5 jaar een verkiezing moet houden binnen je partij. We gaan ons beter organiseren in 2018. Het moet. Na elke verkiezing heb je een kleine terugval en je krijgt dan de nieuwe verkiezingen binnen de partij. De structuren worden in place gezet. We willen uiterlijk 1 juni dat er een nieuw hoofdbestuur is van de NDP en dat alle structuren in place zijn. Wanneer ik zeg alle structuren, is tot op stembureau niveau. Zo werken wij. Ja, er zijn landelijk nu ongeveer zo'n tussen de 600 en 700 stembureaus. Ze moeten allemaal in de komende interne verkiezing bemand worden. Volgens Abrahams heeft de NDP als grootste coalitiepartij er alles aan gedaan om, ondanks de beperkte middelen, grote delen van het binnenland te voorzien van de meest elementaire zaken die nodig zijn voor de ontwikkeling. Kijk naar het binnenland, dan zult u zien dat wij bezig zijn, ook de districten, met water. Kona is daar een goed voorbeeld van. In 2018 wordt een hele grote zuiveringsinstallatie geplaatst waarbij heel Kommerwijnen voorzien zal worden van goed en gezond drinkwater. Wat dat aangaat, doet meneer Oosterling een geweldige job, landelijk op het ogenblik. Hij is in Brokkepondo bezig geweest en ik kan u zeggen dat heel wat van de resorten in Brokkepondo al schoon drinkwater hebben uit de kraan. En het streven van ons is om voor 2020 zoveel mogelijk de gebieden waar de mensen wonen te voorzien van schoon en drinkwater. En hetzelfde geldt ook voor elektriciteit. De partij heeft ervoor gezorgd om in ieder geval deze maand de mensen niet in het donker te laten in het binnenland. En ik kan u zeggen dat meer dan 80% vandaag al is voorzien van diesel, dat ze hun generatoren kunnen draaien en dat ze in ieder geval met de kerst niet in het donker zitten en gezamenlijk de maaltijd die de NDP voor ze heeft gestuurd, zoals u dat ook krijgt, kunnen nuttigen en een prettige kerst kunnen vieren en kunnen blikken naar een beter jaar in 2018. En dat was Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de NDP. Het DNA-lid Celsius Waterberg heeft onlangs in het parlement aangegeven dat de financiering van de basiszorgverzekering veel goedkoper kan. Waterberg gaf aan dat hij als minister van Volksgezondheid in 2017 voorstellen had gedaan om de toen geheten algemene ziektekostenverzekering te financieren. Zoals het eraan toegaat, moet elke burger een vast premiebedrag storten bij de zorgverzekeraar. SRD 1000 ontvangt per maand, gaat hij of zij geen 165 SRD per maand aan verzekering inkopen. Laat staan SRD 1980 per jaar, zoals de verzekeringsmaatschappijen op dit moment eisen van de burgers. Resultaat: een grotere groep mensen die geen enkel vorm van verzekering heeft,
waardoor zij een groter risico lopen dat zij bij een eventueel ernstige aandoening de kosten niet kunnen ophoesten en in het gunstigste geval een lening bij de bank moeten nemen, met als gevolg een verder verarming van het gezin. Waterberg vroeg niet alleen om aandacht van de regering voor de verdere financiering van de wet op de zorgverzekering, maar deelde ook zijn voorstellen hierover in het parlement. Voorzitter, vandaar dat ik blijf pleiten voor een andere manier van innen van de bijdrage van de burgers om de zorg duurzaam te financieren. En dat is middels heffing op onder andere luxe en voor de gezondheid schadelijke goederen. Voorzitter, hierdoor draagt een ieder in het land, ongeacht nationaliteit, leeftijd, etniciteit, etc., bij om de zorg te financieren, met als resultaat dat een ieder voor het leven verzekerd kunnen worden. De kaarten vervallen dan nooit. De overheadkosten bij de verzekeringsmaatschappijen gaan drastisch omlaag en de bijdrage van de burgers in de financiering van de zorg is gegarandeerd. Voorzitter, bij de voorbereiding van de AZV in 2007 is dit voorstel op tafel gelegd. En de WHO heeft ditzelfde voorgesteld in 2009 aan haar lidstaten. De voorbereiding om te komen tot de verzelfstandiging van de rechterlijke macht zijn vergevorderd. De verzelfstandiging moet leiden tot een transparante, zelfsturende en goed uitgeruste rechterlijke organisatie. De rechterlijke macht moet volgens de waarnemend hofpresident Ivan Rasoelbaks in staat zijn om haar eigen begroting in te dienen bij de Nationale Assemblée. Er zijn drie staatsmachten. Allemaal hebben een begroting om zaken te bewerkstelligen. En om zaken te bewerkstelligen heb je een organisatie nodig die erop geënt is om die dingen te doen. Klaargemaakt is. Die organisatie hebben we nog niet, dat is bij justitie. Op het moment dat je verzelfstandiging komt, dan zullen de wetten hier en daar aangepast moeten worden, met name de comptabiliteitswet zal aanpassing moeten krijgen, om het Hof ook die bevoegdheid te geven om in te dienen. Het gaat niet om een grondwettelijke bezigheid, maar gewoon een wettelijke bezigheid. Middelen. En het is de staat, het is de regering DNA die middelen beschikbaar stelt met de begroting. Ik begreep van de minister van Financiën dat er een wijziging van de comptabiliteitswet in de maak is. Dus ik denk dat het al vergevorderd is. Maandelijks heeft het Hof ongeveer 100.000 SRD nodig om de operationele kosten van rechtszaken te voldoen. Deze middelen worden op tijd ter beschikking gesteld door het ministerie van Financiën, zegt Rasoelbaks. Een van de belangrijke stappen richting de verzelfstandiging was het openen van een eigen bankrekening voor het Hof bij de Centrale Bank. Volgens de waarnemend hofpresident Ivan Rasoelbaks heeft dit model goed gewerkt. In het kader van de verzelfstandiging hebben we gemeend om met elkaar na te denken over het budget van het Hof en hoe dat te gaan beheren. En ik ga u zeggen, met medewerker natuurlijk ook van de minister van Financiën en van Justitie, daar hebben we nu de ruimte voor gekregen om het budget dat beschikbaar komt voor operationele aangelegenheden, dat we die kunnen besteden, aanwenden op een manier waar wij zelf over kunnen bepalen. Om die organisatie draaiende te houden. Want bedenk wel dat er om een rechtszaak hier te houden, heb je heel wat aanpalende en onderzaken nodig die bedoeld zijn om het geheel draaiende te houden. En daarvoor zijn er vaak kosten die gemaakt moeten worden. Ik noem maar gekke dingen als papier, pennen, schrijfgerij, kantoorartikelen, laptops, noem maar op. Dat loopt vlot. Ik mag niet klagen, laat maar zo zeggen. Dat is een heel goed initiatief geweest om zaken gedaan te krijgen.
De rechterlijke macht en de regering zijn sedert 2014 bezig met het plan om de rechtsorganisatie zelfstandig te maken. Vandaag werd de schutting van Leger des Heils aan de Henk Aronstraat in zijn geheel hersteld. Hoewel de verzekering nog op zich laat wachten, heeft het bestuur besloten alvast te starten, zegt Major Felice Thomas, Regional Commander. When we saw the accident and the guy who had the problem with who caused the accident, he was insured by an insurance company. And they came, it took a long time to do, and also during that time we had to do the cash for taxi. And we had to give priority to the cash for taxi. Until now, it is still the insurance, everything is not in place yet. Not everything is in place, but we want to keep doing it. So the money will come, I assume, the money will come, but we have to do it ourselves and, until everything is completed. And I thank God those guys are trying their best. They do all the work that needs to be done. And I did not want the community and the church people to have the new year without the fence being done. So we are trying to finish it as soon as possible. Thomas zegt dat het geen mooi beeld was, dus heeft de registratie van het verstrekken van de kerstpakketten in een van de andere gebouwen op het complex plaatsgevonden. Nu de schutting er weer staat, hoopt het bestuur komend jaar weer op hun oude plek hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Niet alleen het jaar 2017, maar ook de twee jaren daarvoor waren jaren van uitdagingen voor president Bouterse en zijn regeerteam. En dit zegt DNA-lid Rashid Doukhi. Financieel en economisch zijn de afgelopen drie jaren echt een uitdaging geweest voor de regering. Ondanks dit heeft de regering de zaak kunnen redden, zegt de volksvertegenwoordiger. Wij zijn niet bespaard gebleven, we liever niet op een eiland, alhoewel wij een heel kleine economie hebben. Een groot land, weinig mensen, kleine economie. Laten wij zeggen dat wij onze moeite doen. De minister heeft het uitgelegd, de minister Hoefdraad. En eerlijk en oprecht, hoe moet zij pimpingi, want als aan nog de bogo. En we moeten zien de meest belangrijke zaken te betalen, zoals lonen van de ambtenaren, sociale voorzieningen, nutsvoorzieningen, you mention it, laten we dat doen. En er is geen ruimte voor basale dingen voorlopig. En ja, als Surinamer, als mens, als assembleelid, zou je het anders willen hebben, dat is dan ik ook moro boom, moro geweldig. Tot nu toe is president Desiré Bouterse de enige president geweest die Suriname zonder ontwikkelingshulp en donatiegelden heeft kunnen besturen. Doukhi noemt dit een historische taak die president Bouterse op zich heeft genomen. Sandes Mamosabi, dat is na eerste regering, Ninsranang, let wel, de eerste regering Ninsranang, Masra Bouterse, samen met minister Financiën, meneer Hoefdraad, en de tram-minister ook toe, ja, VP meegenomen, dat ze een historische taak op zich hebben om als eerste regering, ja, als eerste regering nogmaals, het land te draaien zonder biggie money, zonder gratis money, zonder ontwikkelingshulp. En aan je kracht, je denken, je vertrouwen, je broer, je sweaty. En aan dat we draaien konden. En dat moet wel een trots zijn. En we moeten dan samen dat niet uit het oog verliezen. Dat als aan de ziekmoto, je pa ofzo, afrenjankaba, licht wat gratis kaba, imma. Ne was i krosi moro, i bedine make-up moro. Alles moet je zelf gaan doen. En dat is waar we moeten leven als fundament. En respect daarvoor hebben. We hopen dat het een betere wordt dan 2017. Maar het was ook al aangekondigd. Zelf voor de verkiezingen had de president al gezegd dat we in moeilijke vaarwateren zullen belanden. Maar kom, hoor ons revie, Lekstranaman, Kogomoro Fara. Maar ene kan ik wel zeggen, Suriname kennende, nou aan kondres aan gado lobby, volku gado lobby, we komen echt Raoul wel eruit. En ik hoop dat 2018 veel voorspoed en geluk zal brengen voor land en volk.
De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Menoret, blikt tevreden terug naar de vooruitgangen die het advocatuur heeft geboekt in 2017. Menoret stelt dat de meeste doelstellingen die de orde van het, voor het zittingsjaar had gesteld, zijn verwezenlijkt. Wij hebben de beroepsopleiding die we hebben gestart in 2015, hebben wij onlangs afgerond, vorige week woensdag. En van de 58 zijn 56 doorgekomen en 32 zijn in één keer al ready om advocaat te worden. Daarnaast hebben wij de nieuwe beroepsopleiding, dat volgend jaar van start gaat. Hebben we al in kannen en kruiken. We hebben zelfs al de uitnodigingen af om weg te sturen voor de nieuwe kandidaten. En op 12 mei van dit jaar is het Tuchtcollege geïnstalleerd geworden door president Boutersen. Het Tuchtcollege heeft al haar zittingen gehouden en ze heeft de eerste 10 tuchtklachten in behandeling. Kortom, voor een organisatie als de Orde van Advocaten is dat enorm veel werk. Het is enorm goed. 2017 was voor de advocatuur administratief een prachtig jaar. Deze resultaten geven volgens Menoret aan dat er verbetering komt in de rechtsgang van Suriname. Ondanks de vooruitgang merkt hij op dat de beroepsgroep financieel gezien in 2017 niet goed heeft geboerd. Mensen hadden veel minder geld. Dat betekent dat advocaten veel minder geld moesten vragen bij hun cliënten. Veel openstaande rekeningen hebben van cliënten die niet kunnen betalen, dan hebben wij veel bijstand moeten geven in de vorm van gratis consults en noem maar op. Dus voor alle advocaten financieel een bijzonder zwaar jaar. En dit was het Nationaal Nieuws.